Goedendag beste kijker, mijn naam is Vincent Juvens van JP Morgan Asset Management. Ik ga het vandaag hebben over onze outlook voor de komende weken en maanden. We hebben een vrij onzekere zomer achter de rug met toch wat teleurstellende performance in de maand augustus. Met een aantal risico op de agenda voor de komende week. Ik denk bijvoorbeeld aan Italië, die moet zijn budget bekendmaken bij de eind van de maand september en hem voorleggen aan de Europese Commissie mid-oktober. We hebben nog altijd geen oplossing voor de Brexit. We hebben toch nu ook een handelsoorlog tussen de VS en China die al een neerwaartse druk uitgeoefend op wereldwijdse handel. Dus eigenlijk genoeg risico voor de komende weken. Daarboven hebben we eigenlijk door de inflatiedruk die verder omhoog gaat. Wat doet dat de meeste centrale banken nu toch duidelijk richting exit gaan. Dat is al een tijdje wel het geval voor de Fed, die waarschijnlijk volgende week de rente opnieuw gaat verhogen. En nog, wat ons betreft, een laatste keer voor dit jaar in december. Het had tot nu toe eigenlijk weinig impact op de lange termijn rente in de VS. Maar we hebben sinds kort gezien dat die lange termijn rente terug boven de 3% is. En hij is eigenlijk aan het schommelen rond de 3,10. Dus een niveau die we niet meer gezien hebben sinds 2011. Dus ik zeg al sinds een aantal maanden dat we moeten ons langzaam maar zeker voorbereiden aan een hogere renteomgeving. Ik denk dat aandelenmarkten dat wel integreren. We hadden die inflatievrezen begin dit jaar, die heeft geleid naar een herziening eigenlijk van de waardering van de meeste financiële markten. De waardering van de S&P 500 is gevallen van 18,5 keer de verwachte winsten op de komende 12 maanden naar vandaag min of meer 16,5. We hebben een gelijkaardige beweging gezien in de meeste aandelenmarkten. Dus op dat gebied denk ik dat voor aandelenmarkten die stijging van de rente die wij nu zien eigenlijk geen groot gevaar is. Andersom, voor obligatiemarkt, het is inderdaad wel een meer negatieve nieuws. We zien dat de duratie, dus de rentegevoeligheid van de meest vastrente, de benchmark, eigenlijk de voorbije jaar wel gestegen is. Dat doet dat de belegger eigenlijk toch wel risico lopen op eigenlijk een stuk van hun portefeuille waar ze in principe geen risico zou moeten lopen. Al bij al, onze convictie voor de komende maanden blijven tamelijk constructief. Ik denk dat wereldwijd groei nog altijd wel vrij goed georiënteerd is. Zal het misschien iets lager dan verdisconteerd begin dit jaar, maar nog altijd boven potentieel. We hebben nog altijd een verbetering van de inflatiecijfers wereldwijd. Als conclusie dus een sterkere nominale groei. Dat is positief voor bedrijfswinsten. Dat hebben we sinds begin dit jaar gezien en dat verwachten we nog voor 2019. Het is een meer onzekere omgeving voor vastrentende markten, waar beleggers dan best het nadruk zullen moeten leggen op obligatie met een kortere looptijd. Soms ook op cash voor degenen die dollar in portefeuille hebben. De cash is opnieuw een activa klas in de VS. Of anders tot nadruk leggen op obligatie met kortere looptijd. Op dit moment binnen de kredietspectrum zien we meer waarde nog altijd in de high yield dan in de investment grade markt, waar we eigenlijk geen genoeg compensatie krijgen voor de onderliggende risico. Laatste vraag of laatste thema is zeker opkomende markten. We hebben deze zomer ook heel wat volatiliteit gezien. Veel van die markten zijn eigenlijk in bear market. Ik denk bijvoorbeeld aan China, waarvan de nationale index zeker meer dan min 20% gedaald is. Wij denken dat de sell-off toch overdreven is. Wij zien dat eigenlijk de problemen van Turkije, Argentinië toch wel wat men noemt in Engels idiosyncratische risico zijn die wij niet in andere landen zien. Dus met andere woorden hebben we het indruk dat beleggers hebben eigenlijk het kind met het badwater weggegooid en dat er toch opportuniteiten blijven in opkomende markten. We zullen wel zien in de komende week of dat inderdaad waar wordt. Meer onzekere omgeving, maar de onderliggende fundamentals blijven naar ons idee redelijk sterk om een overweging van aandelen binnen gemengde portefeuille te justifiëren. Bedankt voor jullie aandacht.